Twee ploegen die slechts 4 keer wisten te winnen deze competitie. RKC Waalwijk de nummer 16 en Go Ahead Eagles de nummer 14. En daar heeft de komst van Van Staan nog niet echt veel opgeleverd. De eerste kans voor Voskamp. Maar de doelman Stevens kan oppakken. Johan Voskamp, hij in de spits bij RKC Waalwijk. Baggerman op de plaats van Eima. Krijgt hem terug van Eima. Komt hij niet bij de bal? Green dan. En op de lijn gered door Go Ahead Eagles. Van den Berg ziet dat die openingsfase goed is van zijn ploeg. Maar daar bleef het bij in de eerste helft. Tweede helft dan, bij die stand van 0-0. Beltram. Stefano Beltram. En Etienne Fase, de doelman van RKC, moet daar zowaar in actie komen. Het enige vuurwerk van deze wedstrijd, vooral op de tribune. Mesgrani, die veelvuldig opkwam en Voskamp bedient. Helemaal vrij. Opmerkelijk toch tussen Overgoor en Schenkin. Maar ook deze kans is niet aan de spits van RKC besteed. De invaller, Ahmad Carrillo. Met Groenbast, Ahmad Carrillo. Geen voorzet, die komt altijd van Mesgrani. En weer Voskamp. Maar u raadt het al, ook deze gaat er niet in. En dus blijft het nog steeds 0-0 bij Go Ahead Eagles tegen RKC. En wat kan de thuisploeg? Het probeert het, maar wordt nooit gevaarlijk. Hier wel, Ahmad Carrillo in de slotfase. Hij? Nee. Het is de hand van Stevens. Het blijft 0-0 bij Go Ahead tegen RKC.